En de winnaar van de Crossborder Top 30 van deze editie is... Staal! Als je daar maar staat en je realiseert dat je het snelst groeiende bedrijf van Nederland bent in het buitenland, dat maakt ons ook ontzettend trots. In deze driedelige serie duiken we dieper in op dit inspirerende Crossborder Top 30 bedrijf. Wat is het verhaal achter Stoof en wat zijn belangrijke learnings geweest bij het bereiken van de top? Waar liggen nog kansen op het gebied van marketing? In de cross-border marketing draait alles om een totaalpakket. Influencers, marketplaces, je website. Als je een van deze zaken niet op orde hebt, you're out. En fulfillment. Artificial intelligence en robotisering, dat zijn twee zaken die we in onze fulfillmentbranche echt in de gaten moeten gaan houden. En welke lessen kunnen we trekken uit dit bijzondere verhaal? Van een voormalig econoom die zijn baan opzij, de stoute schoenen aantrok en zijn eigen miljoenenbedrijf uit de grond stampte. Je komt altijd op een moment waarin je realiseert dat je zelf een beperking kan zijn van het bedrijf wat je aan het bouwen bent. Dit is The Unlocked Potential.